start is gevallen. Start valt en alle paarden draven nog. Dat is al een pluspunt. Aan de buitenkant is Piece of Cake goed begonnen. Aan zijn binnenkant gaat Pasha Nieuwpoort mee. En aan de reningzijde Eol. Daarachter een tweede pelotonnetje. Dat wordt aangevoerd door Gaudio. Achter Gaudio ligt dan Gran Torino Font. Die vandaag gelukkig op de been is gebleven. En daarachter dan nog de hekkensluiter. En zo gaan we de bocht door. Onder aanvoering van de minst gespeelde deelnemer, Pasha Nieuwpoort. Pasha Nieuwpoort wordt gevolgd door Eol. Aan de buitenkant is Piece of Cake blijven hangen. Gaudio ligt op plek 4. En daarachter dan de laatste twee paarden. Vijfde plek aan de buitenkant voor Gran Torino Font. En zesde is Jim Veldman met Pronto. Leiding is inmiddels overgenomen door Piece of Cake. Piece of Cake won in Berlijn de Jugendprijs. Opent hier in 1-10-2. 10-2 voor de tweejarigen. Zo gaan we de laatste kilometer in. En de buitenzijde komt dichter bij Gran Torino Font. Daarachter aan de relingzijde ligt Pasha Nieuwpoort. Vierde ligt er mooi in Gaudio. Vijfde aan de relingzijde ligt nu al wat ongelukkig Eol. En die gaat ook nog van de benen. Eol springt weg en wordt nu aan de buitenkant gepasseerd door Pronto. En zo houden we vijf paarden over in de rechte lijn overzijde. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Leiding in handen van Piece of Cake. Aan de buitenkant gaat met grote stappen mee Gran Torino Font. Daarachter in de wachtkamer ligt Gaudio, die in de kwalificatieproef een 1-13 binnenkwam, maar die heel hard kan eindigen. Daarachter gaat nu naar de vierde plaats Pronto. En de vijfde plek is nu voor Pasha Nieuwpoort. Tweede tussentijd 15-3. Gaan op weg naar de laatste bocht. En de eerste kilometer die ging zomaar in 1-12-8 voor de tweejarigen. En Gran Torino Font voert nu de druk op. Neemt nu drie kwart lengte voorsprong en is voorbij aan Piece of Cake, die het moeilijk heeft en die ook van de benen gaat. Halverwege de Tjarda-bocht. Gran Torino Font. Daarachter op plek 2 Gaudio. En de derde plaats is voor Pronto. Het gaat tussen deze drie paarden en ze zijn in de laatste rechte lijn. Rote Gatter aan kop. Rote Gatter bij wie momenteel alles lukt. Maar die gaat nog wel een aanval krijgen aan de buitenkant van Gaudio. En ook Pronto komt eraan. Gran Torino Font aan de binnenkant. Gran Torino Font aan de buitenkant komt Pronto. Daartussenin ligt nog Gaudio. Drie paarden bijna open lijn. Gran Torino Font. Laatste 500 meter 15-5. Gran Torino Font wordt waarschijnlijk net op de streep geklopt door Pronto. Het scheelt heel weinig. Pronto waarschijnlijk voor de 5 Gran Torino Font en de 2 Gaudio. We wachten de finishfoto af en de winnende tijd 13-9.